Hesdy, allereerst gefeliciteerd. Hoe vond je het gaan? Nou, zoals ik al eerder zei, was het lastig omschakelen voor mij. Drie dagen van tevoren een andere tegenstander, een totaal andere stijl. Zo, het was moeilijk om voor mij om te schakelen, ook qua persoon. Ik bedoel, als je al heel lang vecht, dan zoek je elke keer voor jezelf weer een motivatie. Je hebt eigenlijk alles aan mij gemaakt en je bent overal geweest. En dan moet je elke keer weer een motivatie voor jezelf vinden en daar haal je dan constant aan vast. En ik hield me dan vast aan het persoonlijke ding tussen mij en Chai. En dat viel in één keer weg en dan moet je omschakelen, weet je. Dan moet je gewoon, dat is lastig om dat te doen. En dan probeer je gewoon tegen jezelf te zeggen van het is niet lastig, het is niet lastig. En je zit gewoon aan de kant, je gaat gewoon knokken. En tuurlijk ga je gewoon knokken, want je bent een knokker. En er zijn ook broodvechters, dus het is natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Maar, dus het was even lastig om omschakelen, maar ik heb het gewoon gedaan. Ik heb alle drie de rondes gedomineerd. Wat ik zeg was een hele andere vechter, een ander soort vechter. Maar ik denk dat het gewoon goed is gegaan. Hij kwam er elke keer in met zijn hoofd, zeg maar. Was dat niet heel irritant? Dat was irritant. Ik bedoel, het was op een gegeven moment dat ik ook gewoon door. Dat ik gewoon, geen moment dat ik in het gevaar was of zo. En dan ga je ook een beetje het spelletje spelen en zo. Weet je, ik kon niet, voor een echt goed gevecht, om iemand echt in elkaar te slaan, heb je twee vechters nodig. En hij was meer bezig met niet in elkaar geslagen worden als echt te winnen. En dan ga je ook een beetje spelletjes spelen, een beetje de scheidsrechter bespelen en zo. En dan ga je een beetje helpen de scheidsrechter om gewoon de juiste beslissingen te maken. Want anders wordt het helemaal zo'n saaie pot. Dus ik heb er gewoon het beste van gemaakt. En ook voor het publiek met af en toe een geintje tussendoor. En ik denk gewoon dat het publiek heeft genoten. En dat is wat voor mij het belangrijkste is. Ja, zeker. Sommige scheidsrechters 30-24. Helemaal mee eens, denk ik? Ja, wel, zei ik bedoel. Het was geen moment, dat zeg ik, geen moment dat ik in gevaar was. Geen moment... In de moeilijkheden, er was geen moment, dus alles was gewoon in principe wat ik kon doen, voor zover hij het toeliet, want dat zeg ik, voor een goede knokpartij heb je twee knokkers nodig, dan heb ik het gewoon goed gedaan. Dus ik ben gewoon tevreden, we gaan gewoon op naar de volgende. Wie wil je als volgende? Ik heb niet specifiek iemand die ik wil of zo. Ik ben niet zo van het mensen uitdagen, ik vecht gewoon tegen Wiese, ik ben gewoon een broodvechter. En ik wil gewoon geld verdienen en ik wil gewoon vechten en ik sta er altijd 100% ik vecht gewoon tegen wie ik moet vechten. En ik zeg gewoon als hun een tegenstander voor mij brengen, dan vecht ik. Ik vecht altijd tegen iedereen, overal. Dan sta ik onbekend en ik heb niet iemand op wie ik me focus. Ik heb tegen iedereen al gevochten, tegen de hele wereld door, legendes. Ik loop al zo lang mee. Het is echt een tegenstander. Ik zeg van ik wil tegen hem, ik wil tegen hem. Dat heb ik niet meer. Ik vecht gewoon tegen wie ik voor me heb. En dan probeer ik gewoon 100% mijn best voor te bereiden. Het mooi gevecht te maken voor de fans. Verder heb ik niet echt een focus op een bepaalde vechter. We mogen die jonkies lekker allemaal doen. Maar het liefst Chai of Verhoeven neem ik aan? Nee, absoluut echt geen voorkeur. Maakt me echt niet uit tegen wie ik vecht. Ik kan me voor elke vechter net zo motiveren als tegen Rico of tegen Chai. Maar je wilt de titel? Ik wil de titel. Uiteindelijk wil ik gewoon de titel, weet je. Maar wat voor mij echt het belangrijkste is, die titel, weet je. Titel hecht ik in principe niet zo heel veel waarde aan, weet je. Voor mij, mijn titel is gewoon dat de fans mij herinneren als gewoon een echte fighter, echte vechter. Die altijd heeft gevochten voor wat die waard is. En als hij in de ring komt, komt hij altijd om te vechten. Dat is voor mij de belangrijkste en de grootste titel die er maar bestaat, snap je. Dat wil ik achterlaten. En titels heb ik al gewonnen. Ik heb... op de grootste evenementen gevochten, tegen de grootste legendes. Dat is mijn motivatie nu gewoon alleen nog gewoon om mijn naam achter te laten en gewoon een legacy achter te laten. Dat is voor mij belangrijk. Als die titel daarbij komt, is dat gewoon mooi. Maar echt mijn focus ligt daar gewoon eigenlijk niet echt meer op. Mooi gezegd. Heel veel succes nog en ik hoop je snel weer te zien. Dankjewel man. Dus...